Dag Stijn, proficiat met je finale plaats voor Mr. Gay Vlaanderen 2015. Ik ga je even 3 korte vragen stellen waarop je kan antwoorden en daarna stel ik 2 meer keuzevragen. Wat was de mooiste dag in je leven? Mijn mooiste dag in mijn leven is eigenlijk de verjaardag van mijn mama. Waarom? Ik zie mijn mama doodvragen en zij heeft mij eigenlijk ook op de wereld gezet. En mijn mama doet alles voor mij en omgekeerd ook. En daarom is het voor mij de mooiste dag. Het is wel in de winter, maar het maakt voor mij niet uit. Wie is jouw grote idool? Mijn grote idool is Beyoncé. Waarom Beyoncé? Ik hoorde haar eigenlijk heel veel op de radio, op cd's, op tv. Ik ben nog nooit naar haar toe geweest. En dan in het Sportpaleis, 2 jaar geleden denk ik, ben ik daar naartoe geweest. En ik vond dat gewoon de max. Dat ik die eigenlijk ben blijven volgen. Ik koop haar cd's, haar dvd's, dus ik koop er eigenlijk alles van. Ik hoor haar gewoon heel graag zingen. Het is ook een hele mooie madame. Ja, dat klopt. Ik geloof dus dat je nooit haar cd's zou willen weggooien ofzo. Nee. Maar is er een ander voorwerp dat je nooit zou willen wegdoen? Wat ik nooit zou willen wegdoen is, klinkt misschien een beetje dom, maar dat is mijn eerste communie, mijn kleren daarvan. Dat is zo lang geleden, maar ik heb dat toch nog altijd in mijn kast en dat verhuist altijd mee met mij. Ik vind dat iets emotioneel voor mij, omdat dat was een grote dag, dat was je eerste grote dag in je leven. En dat vergeet je nooit en dat neem ik altijd mee. Ja, dat is zeer mooi. En dan heb ik nog 2 heel korte vraagjes voor jou. Een hond of een kat? Een hond. Waarom een hond? Ik heb altijd honden gehad. Je kunt dat bij u nemen. Een kat is zo meer schuchter. Een hond is zo meer een knuffelbeest. Ja, dat vind ik ook zelf. En wat zou jij kiezen? De zee of de Ardennen? De zee. Daar moet ik niet over nadenken, de zee. De omgeving, het water, de duinen, het zand. Geen drukte, maar gewoon de rust dat je daar kunt vinden. Gewoon uitwaaien. In de winter is het ijskoud, ik ga naar de zee en ik kan gewoon uitwaaien zonder dat er veel volk rondloopt. Daar geniet ik van en daar hou ik ook van. Oké, bedankt Stijn voor dit interview.